Goedenavond. In het Verenigd Koninkrijk is afscheid genomen van de overleden Queen Elizabeth. Na een staatsbegrafenis is haar kist naar haar laatste rustplaats gebracht in Windsor Castle. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. Langs het parcours in Londen en aan Windsor Castle verzamelden honderdduizenden Britten om hun queen een laatste eer te bewijzen. En we gaan zo dadelijk live naar Londen, naar Ivan Olivier en naar Lauke van den Driessen. Voor hogeschoolstudenten is het academiejaar begonnen. Minder studenten kiezen voor een opleiding verpleegkunde. En Alex Zegaard bezorgt ons land een tweede medaille op het WK wielrennen. Hij pakt zilver in de tijdrit bij de belofte. Welkom. De wereld was er en de wereld keek mee. Maar vooral de wereld nam afscheid van de Britse Queen Elizabeth. Nam afscheid ook van een tijdperk van 70 jaar. Met een strak geregisseerde staatsbegrafenis is Queen Elizabeth naar haar laatste rustplaats gebracht. Zo'n 2000 gasten waren uitgenodigd voor de plechtigheid, onder wie zeker 500 staatshoofden en regeringsleiders. En buiten volgden honderdduizenden Britten het gebeuren. Over de hele wereld stonden televisietoestellen urenlang aan. We hebben de dag voor u samengevat. De laatste reis van Queen Elizabeth begint rond 11:40 onze tijd. De kist met haar lichaam vertrekt van Westminster Hall, een deel van het Britse parlement, naar de kathedraal van Westminster Abbey. Een tocht van 8 minuten. Elk minuut luidt de klok, 96 keer in totaal, de leeftijd van de Queen. 142 matrozen van de Koninklijke Marine begeleiden de kist op de wapenwagen of de affuit, getrokken door 6 officieren. Achter de kist, vooraan in de rouwstoet, de 4 kinderen van de Queen. Prins Andrew verbijt zichtbaar zijn verdriet. Intussen komen ook de hoge gasten aan in de kathedraal, zoals de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill, de Franse president Macron en 6 voormalige Britse premiers. Op de kist een bloemenkrans gekozen door koning Charles, met bloemen afkomstig uit de tuinen van koninklijke residenties. Kroonprins William heeft zijn zoon George meegenomen, nu tweede in lijn voor de troonopvolging. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. De deken van Westminster brengt hulde aan de Queen. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. Her service to so many people in this nation, the Commonwealth and the world, had its foundation in her following Christ, God Himself. All who follow the Queen's example and inspiration of trust and faith in God can with her say, we will meet again. The Father, the Son and the Holy Spirit. Op het einde van de begrafenisceremonie wordt de last post gespeeld en volgen 2 minuten stilte. Ook onze koning Philip en koningin Mathilde komen even in beeld samen met andere gekroonde hoofden.
Dan weer klinkt voor het eerst in 70 jaar de nationale hymne God Save the King in plaats van God Save the Queen. Vervolgens wordt het lichaam van de Queen overgebracht naar Windsor Castle voor een intiemere plechtigheid. Dat gebeurt onder begeleiding van de Nationale Politie van Canada. Tienduizenden mensen staan langs de weg om een glimp op te vangen van de lijkstoet. Niemand kan er nog bij. Wanneer de rouwstoet voorbij Buckingham Palace passeert, brengt ook het huispersoneel van de koningin haar een laatste groet. De kist wordt overgeladen in een lijkwagen terwijl prins George en prinses Charlotte toekijken. Via de Long Walk komt de kist aan in de laatste rustplaats van de Queen in Windsor Castle. Anderhalf jaar geleden was hier ook de begrafenis van Philip, de echtgenoot van de Queen. Ook haar hondjes wachten haar op. Voorzichtig worden de keizerlijke staatskroon, de rijksappel en de scepter van de kist verwijderd. Die koninklijke juwelen zullen terugkeren naar de Tower of London. Later vanavond wordt Queen Elizabeth bijgezet in de koninklijke crypte van St. George Chapel, de huiskapel van Windsor. Daar zal ze rusten naast de andere Engelse koningen. Ja, we gaan naar Lauke van den Driessen die voor ons aan Windsor Castle staat. Ja, Lauke, daar is dus een uurtje geleden de kist van de Queen neergelaten in de koninklijke kelder. Maar wat gebeurt er daar nu vanavond nog? Wel, het publieke gedeelte van de hele begrafenisceremonie is afgelopen. Je ziet het ook, mensen vertrekken, gaan meestal met een trein terug naar huis. Achter mij zijn nog een aantal mensen die bloemen komen leggen tegen de omwallingen. En straks begint er dan een derde ceremonie, de laatste ceremonie, maar die is helemaal in familiale kring, wordt niet uitgezonden. En dan wordt de kist van de koningin, die daarnet is neergelaten, weer opgehaald, samen met de kist van haar overleden echtgenoot, prins Philip, die daar ook lag. En die twee kisten die worden dan samen opnieuw bijgezet in een familiale ceremonie in een ander deel van diezelfde kerk, in een klein kapelletje, waar ook de overleden ouders van de koningin en haar overleden zus zijn bijgezet. En die laatste ceremonie die begint vanavond om 20:30 Belgische tijd, maar dat wordt dus niet meer uitgezonden. Oké, dankjewel, Lauke. De verbinding is niet altijd even goed, maar we komen zo dadelijk toch nog even bij je terug. Maar eerst naar Ivan Olivier, die aan Westminster Abbey staat en daar alles gevolgd heeft. Ja, Ivan, hoe is het allemaal verlopen en wat is jou opgevallen? Ja, ik sta aan Buckingham Palace, Hanne. Dat is niet zo heel ver van Westminster Abbey, maar toch een eindje ervandaan. Maar wat ik vandaag heb onthouden, dat is dat het geen uitstorting van emoties was zoals we 25 jaar geleden hebben gezien bij de begrafenis van prinses Diana. Het was allemaal heel ingehouden, heel Brits, heel waardig ook, met militaire precisie geleid. Maar goed, de koningin die was ook het hoofd van de strijdkrachten natuurlijk. En je merkte dat ook aan de mensen die aan de kant van de weg stonden. Die stonden te kijken toen de kist voorbij reed of toen de stoet voorbij reed. Ook zij leken zich bewust van de historische betekenis van het moment. Ja. Heel veel mensen, Ivan, wilden erbij zijn, hebben de begrafenis ook gevolgd. Maar je hoort toch ook wel wat kritische stemmen, ja, is dat nog wel allemaal van deze tijd? Ja, het was inderdaad allemaal heel formeel. En je kunt je inderdaad de vraag stellen of dit ritueel niet aan modernisering toe is. Maar je mag ook niet vergeten, een ritueel als dit, zo'n begrafenis, dat gaat echt naar de kern, naar het hart van de Britse natie. Het is nu eenmaal een land dat houdt van tradities. En die tradities, ja, die brengen generaties samen. Die verbinden de huidige generatie met de generaties die haar zijn voorafgegaan. En ze herinneren natuurlijk ook aan het grootste verleden van het Verenigd Koninkrijk, aan het imperium, aan de wereldmacht die het Verenigd Koninkrijk ook was en waarvan, laten we eerlijk zijn, nog maar heel weinig van overblijft. En je kunt inderdaad zeggen van dit is ouderwetse geldverspilling, maar een land is natuurlijk veel meer dan een optelsom van in dit geval Britse ponden.
Ja, je zei het, Ivan. De koningin hield in zekere zin die natie nog samen. Maar wat nu? Hoe zit het met die toekomst van het Verenigd Koninkrijk met koning Charles? Wel ja, ik zei daarnet van dat grootste verleden, daar blijft weinig van over. De economische toestand van het land ziet er weinig rooskleurig uit. De inflatie slaat toe. De Brexit heeft diepe wonden geslagen. En in Schotland, daar klinkt de roep om onafhankelijkheid. En de koningin was nog een van die weinige mensen die het land samenhielden. Nu, de overgang, de overdracht naar koning Charles, die is rimpeloos verlopen. Koning Charles geniet krediet bij de bevolking. Maar hij geniet niet die populariteit van zijn moeder. En hij zal ook niet de gelegenheid krijgen om een leven lang die populariteit op te bouwen. Hij is tenslotte ook al 73. En ik denk dat er nu al uitgekeken wordt naar de volgende generatie. Naar de generatie van William en Kate. Oké, dankjewel, Ivan. We gaan opnieuw naar Lauke. Want Lauke, jij hebt vandaag ook vooral tussen de mensen gestaan. Alle Britten die hadden ook een vrije dag voor de begrafenis. Hoe hebben die Britten dit nu allemaal beleefd? Wel, deze voormiddag stonden we in Hyde Park, het grootste park in centraal Londen. Daar waren 7 grote schermen waar mensen konden kijken. En in het begin van de ochtend heerste daar nog een soort festivalstemming. Mensen waren heel vrolijk, maar tijdens die dienst, zag je, werd het muisstil. Nadien zijn we naar Windsor gekomen. Nu heel veel mensen die uit centraal Londen naar Windsor wilden afzakken, en dat is toch een hele afstand, die zijn er niet geraakt, want er waren grote problemen met het openbaar vervoer naar hier. Dus hier is minder vol gekomen dan men verwacht had. Maar de mensen die er wel waren, ja, die hebben natuurlijk wel gekeken. En velen van hen vertelden mij dat zij eigenlijk deze voormiddag nog televisie zaten te kijken, die hele ceremonie in Westminster zagen. En toen spontaan hebben beslist om toch naar hier af te zakken, om dit historisch moment, zeggen ze, toch te kunnen meemaken. En in die massa die ze al de hele tijd op de televisie zien, toch nog zelf even te kunnen staan. En hun reacties die kan je bekijken in volgend verslag. Daar gaan we naar kijken. Dankjewel, Lauke. In Windsor konden mensen al gauw niet meer aanschuiven aan de Long Walk om de processie te volgen. Ze werden doorgestuurd naar het park naast het kasteel, waar ze op grootscherm konden volgen. Het afscheid maakt veel emoties los. Ik denk dat het heel mooi is. Het representeert een mooie dag. We celebreren de Queen's life. I felt I had to be here. I think everybody was just so, they were quite emotional because she's been, you know, our queen for a lot of years. We're never going to see another real a queen. So yeah, it's been fantastic. So we're really proud to be here today. Langs de bekende mijl stonden duizenden mensen de rouwstoet te volgen. De meesten kwamen in de vroege ochtend aan om zeker te zijn van een plekje. It's part of history, really. Yeah, it's very emotional. I didn't really think that it was going to be, but when you saw the family and the coffin go past, it was very touching. And at the end of the day, you've got to remember that they are a family. They might be like watched all over the entire world, but they're still a family. You see stuff like this on TV and you think like, oh my god, that looks incredible, but like seeing it here like in person, like all like music and everything going past it were amazing. It's just so beautiful to see. De indrukwekkende beelden van de begrafenis van koningin Elizabeth zullen niet snel vergeten worden, maar bovenal de koningin zelf niet. She was a humble lady. I think she was a reconciliatory lady. And I think she was someone who wanted peace and who very much stood up for British values and you know, as we say, a defender of the faith.
En veel gekroonde hoofden waren uitgenodigd voor de staatsbegrafenis. Zo ook onze koning Philip en koningin Mathilde. U kon hen net al zien in de reportage. Ook zij waren in Londen om de plechtigheid bij te wonen. En aan het Koninklijk Paleis hier in Brussel wapperen enkele vlaggen halfstok als eerbetoon aan de overleden Britse koningin. En ook als teken van rouw en respect. Enkel de zijvlaggen hangen halfstok, de middelste dus niet. En ik zei het al, de wereld keek mee via een televisiescherm. In meer dan 200 landen was de staatsbegrafenis dan ook te volgen. Via BBC World of via andere zenders. Er werden maar liefst 213 camera's ingezet om alles in beeld te brengen. En naar schatting 4 miljard mensen verspreid over alle continenten zouden een deel van het historische gebeuren hebben gevolgd. En daarmee is de begrafenis van Queen Elizabeth zo goed als zeker de meest bekeken live televisieuitzending ooit. Aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, was het al avond toen de plechtigheid en de televisieuitzending begon. In pubs zaten mensen naar de uitvaart te kijken bij een biertje. I think it's a really sad time for all of us, whether you believe in the monarchy or not. There's no debating. She was a big part of all of our lives for a really long time. De Queen was voor Nieuw-Zeeland ook het staatshoofd, net als voor de Australiërs. She's been a steadfast for the monarchy and she's the glue that kept them together and she'll be missed. Ook in de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong trokken de Britse pubs veel volk. Elizabeth was hier niet alleen bij de Britten geliefd, maar ook bij veel Chinese bewoners. Bij het Britse consulaat kaarsjes en bloemen. En mensen die de plechtigheid volgden op hun smartphones of laptops. Want de ceremonie werd natuurlijk ook door heel wat zenders gestreamd. Ook in New York kwamen mensen samen in pubs om te kijken, in alle vroegte zelfs. Net als in de Britse enclaves in Spanje of in de cafés van Parijs. Deze Franse bar-eigenaar liet vorige week zelfs een tattoo zetten van de Queen, al blijft hij nog een beetje chauvinistisch. Ik heb in Angleterre pendant 70 ans. Le seul qui le bat, c'est Louis XIV chez nous. Ja, en tot vanochtend konden burgers nog een laatste groet brengen aan Queen Elizabeth in Westminster Hall. En in totaal hebben zo'n 500.000 mensen dat ook gedaan de afgelopen dagen. Voor de laatste die aan de beurt kwamen, ja, voelden het als een opluchting. Maar er stonden ook nog mensen in de rij toen de poorten van Westminster Hall onverbiddelijk dichtgingen. En dat zorgde uiteraard voor teleurstelling. A little bit unhappy, but we tried our hardest, so things happen. She's heartbreaking, but just like everybody else. We feel really disheartened now. We thought we'd pay our last tribute to the Queen, and unfortunately, no response, so we'll have to call it a night, I think. En straks trekken we nog naar een woonzorgcentrum in Beverenleien, want ook daar keken ze vanmiddag naar de begrafenis van de Queen. Maar nu eerst de start van het academiejaar. Na een lange zomervakantie openden de hogescholen opnieuw de deuren. Duizenden jongeren zijn gestart aan een professionele bacheloropleiding. Welkom allemaal. 250 studenten zijn ingeschreven om te starten in toegepaste informatica. Ja, voor het echte werk begint, krijgen de studenten eerst nog een algemene introductie. En de UCLL Hogescholen van Limburg en Vlaams-Brabant tellen ze meer inschrijvingen. In totaal starten zo'n 16.000 jongeren. En opmerkelijk, vooral management- en lerarenopleidingen blijken populair. Vanaf tweede middelbaar denk ik dat ik gewoon al wist van ik wil eigenlijk voor sportleerkracht gaan. Dus dat is niet echt dat ik daarop heb gelet. Dat is gewoon iets. Ja, ik ben altijd ook wel met kindjes bij geweest op trainingen en scouts. Dus dat is wel iets dat gewoon in mij zit. Ik heb hier voor verpleegkunde gestudeerd en interesses lagen er ook niet meer echt. En nu ga ik kijken wat dit geeft. Hè. Ik denk dat deze opleiding vooral hetgeen is dat ik leuk vond aan industrieel ingenieur, maar dan zonder al de algemene vakken waar ik bleef over struikelen. Dus ja, ik hoop dat het leuk wordt. Er schrijven zich wel minder studenten in voor een opleiding verpleegkunde. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij verschillende hogescholen. De voorbije jaren waren er opvallend meer kandidaten om verpleegkundige te worden, omdat het beroep veel aandacht kreeg tijdens de coronacrisis. Maar dat effect lijkt nu uitgewerkt. Maar het aantal vacatures, dat blijft wel hoog.
Startdag voor de bijna 80 eerstejaarsstudenten in de bacheloropleiding verpleegkunde aan Hogeschool Gent. Ik ben de feite kok van de opleiding en ik wil een carrière switch maken naar de verpleegkunde. Ik wil iets meer met mensen werken, een iets socialere, sociaal voelende job doen. Tijdens de coronacrisis heb ik gezien hoe belangrijk dat is en hoe nodig dat we eigenlijk zijn. En ja, zo iets betekenen voor de maatschappij vind ik wel echt belangrijk. Vorig jaar zat deze aula wel voller. Toen waren er bijna dubbel zoveel eerstejaars verpleegkunde. Een gevolg van de positieve aandacht voor de zorg door corona. Maar nu worden ook de negatieve effecten duidelijk. Je hoort nu in de media vooral dat er heel veel burn-out is binnen de verpleegkunde. Dat veel mensen stoppen en een totaal andere richting uitgaan. Met de COVID is het enorm hard geweest op het werkveld ook. Het was heel pittig. Er waren tekort aan verpleegkundigen. Er is nu nog een groter tekort aan verpleegkundigen. Hier bij UZ Gent bijvoorbeeld zijn er door pensioenen en uitval 160 vacatures voor verpleegkundigen. Pas afgestudeerden melden zich wel aan, maar er zijn er niet genoeg. In de komende jaren zullen ze hier nog meer personeel zoeken. Als we zien dat toch de instroom naar de scholen toe nu toch ook vermindert, vinden we het eigenlijk wel een beetje angstaanjagend. Wordt het wel bedreigend om goede zorgverlening te blijven geven. Momenteel lukt dat. We kunnen heel wat proberen op te vangen door verplaatsen en mobiele ploegen. Maar daar kent natuurlijk ook zijn einde. En daar zitten we constant op de grens aan het balanceren. Sector en onderwijs vragen de overheid dan ook om werken in de zorg, zeker financieel, aantrekkelijker te maken. Al moeten deze studenten niet meer overtuigd worden. Dat is niet echt de motivatie om in een job te stappen, denk ik. Ik doe het gewoon graag. Ik vind dat als je voor iets gaat, dat je met je hart moet doen en niet voor de centen. En met de start van het academiejaar gaat in Gent ook de Overpoortstraat weer open, de populaire uitgaansbuurt voor studenten. Om overlast te beperken is de buurt opgeknapt en ook veiliger gemaakt. Er zijn terrassen aangelegd, er komt meer groen en de buurt is verkeersarm. Gent wil zo een beter evenwicht tussen dag- en nachtleven. En ik geef nog meer dat uit een rondvraag van onze redactie blijkt dat veel meer studenten om financiële hulp vragen. Onze collega's van Laat gaan hier straks op door. Om 11 uur kan u dat volgen, hier bij 1. En dan nog nieuws uit het onderwijsveld, meer bepaald voor het secundair onderwijs. Want Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz heeft met de onderwijsverstrekkers een akkoord bereikt over de nieuwe eindtermen. Meer bepaald over hoe die voor de tweede en de derde graad zullen uitgewerkt worden. De bestaande eindtermen, wat leerlingen dus minimaal moeten kennen en kunnen, waren vernietigd door het Grondwettelijk Hof na protest van onder meer het katholieke onderwijs omdat die te weinig vrijheid lieten aan de scholen. De vernietigde eindtermen zullen nu wel de basis vormen voor minder gedetailleerde eindtermen. Ik denk dat als je het ambitieniveau wil behouden en meer nog zelfs de lat wilt hoger leggen en gelet op de bezorgdheid rond de onderwijskwaliteit, wil dat niet zo nodig zeggen dat je veel eindtermen moet hebben. Wel scherpe geformuleerde, duidelijk. En als we dan keuzes moeten maken, ja, ga dan voor de essentie, voor Nederlands, voor talen en voor wiskundewetenschappen. Het grote verschil is dat kwaliteit niet meer verward wordt met kwantiteit, met hoeveelheid, uitgebreidheid van eindtermen, maar met diepgang te maken heeft. Dat betekent liever wat minder doelen die we grondig kunnen verwerven, waarmee we leerlingen grondig kunnen introduceren in de materie, dan te veel doelen waarbij iedereen van alles iets weet, maar waarbij de leerstof niet grondig verworven is. Het aantal toekomstige bouwprojecten is aan het dalen. Dat zegt de bouwsector. De confederatie Embuild heeft een bevraging gehouden bij de leden. En bijna de helft van de aannemers en installateurs zeggen dat ze minder werk hebben dan voor corona. Minder mensen vragen ook een offerte omdat de prijzen hoger zijn en omdat de onzekerheid groot is over de energierekening. Wie nu offertes vraagt om een huis te bouwen of te verbouwen, zal een vijfde meer moeten betalen dan een jaar geleden. Omdat materialen schaarser en duurder zijn en omdat het loon van de bouwvakkers geïndexeerd is. We merken eigenlijk de laatste 2-3 maanden dat het aantal aanvragen naar offertes en daaruit gevolgend ook de werken die we verkopen uiteraard toch wat terugnemen. Voor corona, als je dat gaat vergelijken, zitten we ondertussen toch wel met een 30% minder orders in het vooruitzicht.
We kwamen eerst uit het coronagebeuren, waardoor we mensen veel vraag kregen. Dat het orderboek eigenlijk heel kort snel gevuld werd. Waardoor er veel vraag was naar materialen. De laatste tijd merken we daar voornamelijk dat die prijsstijgingen daaruit voort wel gekomen zijn en de beschikbaarheid. We zien dat de orderboekjes teruglopen, de klantencontacten lopen ook terug. En voor de zomer hadden onze bedrijven gemiddeld nog 5 maanden verzekerde activiteit. Nu is dat al maar 4 maanden meer. Volgens de bouwsector wachten kandidaatverbouwers ook af omdat ze schrik hebben voor te hoge energierekeningen. Ze vrezen een zware terugval vanaf 2023 en willen maatregelen. Om ons bedrijf te ondersteunen verwachten wij dat de overheid eigenlijk uitstel van betaling geeft en ook andere ondersteuningsmaatregelen geeft, zoals in de coronacrisis. Om de mensen hun job te laten behouden, moet de tijdelijke werkloosheid, die zoveel jobs gered heeft in corona, opnieuw op dezelfde soepele en brede manier worden toegepast. Niet alleen in de industrie, maar ook in de bouw. Dan naar het buitenland. In Oekraïne hebben Russische troepen opnieuw de omgeving van een kerncentrale gebombardeerd. Dat zegt het Oekraïnse atoomagentschap. Het gaat om een centrale in het zuiden van het land, in gebied onder controle van Oekraïne. De reactoren zelf zijn niet beschadigd, maar wel gebouwen en ook een waterkrachtcentrale vlakbij. De ontploffing vond plaats op zo'n 300 meter van de reactoren. De centrale zelf ligt zowat 130 kilometer van de frontlijn. In Rusland heeft zangeres Alla Pugacheva openlijk kritiek geuit op de invasie in Oekraïne. Ze is de bekendste popster in het land, die van president Poetin in 2014 nog een onderscheiding kreeg. In 1997 vertegenwoordigde ze Rusland op het Eurovisie Songfestival. Volgens Pugacheva mogen Russische jongens in Oekraïne niet langer sterven voor zinloze illusies, zo zegt ze. En de tyfoon Nanmadol raast nog altijd over Japan met hevige wind en zware regenbuien. Op het eiland Kyushu is een rivier buiten zijn oevers getreden. 2 mensen zouden al zijn omgekomen. En nu hangt de tyfoon boven het grote eiland Honshu. 100.000 mensen zitten nog zonder stroom. En in sommige fabrieken, zoals bij autobouwer Toyota, is de productie ook tijdelijk stilgelegd. De S zegt echt iets over het team. Dat zegt iets over details, over aandacht, over kwaliteit, over het superservice niveau. Dat zegt de S en daar ben ik mijn team zeer dankbaar voor. Ja, en die S staat voor Superior, meer specifiek 5 sterren Superior. Het hotel Botanic Sanctuary in Antwerpen heeft dat label vandaag gekregen. Het hoogste luxe label op de Europese markt. En dat is best uitzonderlijk. Nog maar 2 andere hotels in Vlaanderen staan op hetzelfde niveau. En volgens Toerisme Vlaanderen is dat niet alleen goed nieuws voor het hotel zelf, maar voor heel Vlaanderen. Ik heb een plekje gekregen aan de deuren. En dat is het 5 sterren Superior erkenningsschild. De eerste keer in Vlaanderen dat een nieuw hotel meteen het hoogste comfortlabel behaalt. Dat krijgt het onder andere als het veel persoonlijke service biedt. De persoonlijke service op maat van de klant. Het kan zijn 7 dagen op 7 restaurant open, een restaurant van een zekere categorie. Zijn er hier 2 met Michelin-ster classificatie op de site. Het kan gaan om wellness, het kan gaan om heel veel personal butler service bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die je in 5 sterren Superior gemakkelijk terugvindt. En dit hotel heeft het allemaal. Er zijn maar liefst 5 restaurants, waaronder het 2-sterren restaurant Hertog Jan, maar ook een indrukwekkende ontbijtruimte en uiteraard hotelkamers. Elke kamer is anders. Elke kamer is ook meer als een appartement ingericht dan een standaard hotelkamer. De historie druipt er vanaf van dit hotel. Dat laten we ook extreem naar voren komen. En we halen midden in het historisch centrum van Antwerpen maximaal het groen naar binnen. Vandaar ook Botanic Sanctuary. Dat zie je bijvoorbeeld in de ruime lobby. Het hotel telt 108 kamers. En wat kost dat, hoor ik u denken? 300 tot 5000 euro per nacht. Zonder ontbijt, dat kost 45 euro na een nacht in dit bed. Naar de bedden hebben we heel erg specifiek gekeken, met name omdat we gekeken hebben naar het beste comfort voor de gast. Heeft u ze zelf ook al uitgetest? Ja, gelukkig wel. En ik heb heel goed geslapen. Ik was er zelf een beetje bang voor, dat ik dacht in het begin van...
Oké, dit is erop of eronder, maar het was echt een droom. Een droom misschien ook voor de Britse popartiest Harry Styles. Hij zou in het hotel al een nacht hebben doorgebracht. Nou, we zullen nog een beetje sparen. Dag, Catherine. Jij hebt het sportnieuws met het afscheid van de zilveren vos, Michel Verschuren. Ja, Mr. Michel, zo werd hij ook graag genoemd, Hanne. De voetbalwereld heeft vanmorgen in Grimbergen afscheid genomen van de iconische oud-manager van Anderlecht. Michel Verschuren overleed vorige week, hij werd 91. Een paar honderd genodigden woonden de uitvaartplechtigheid bij in de Sint-Servaas-basiliek. Onder hen veel grote namen, niet alleen van bij Anderlecht, ook van bij andere clubs. En niet alleen uit het voetbal. Er waren bekenden uit de hele Belgische sport. Een afscheidsceremonie in intieme kring. Die intieme kring mag je gerust heel ruim schatten. Mr. Michel was populair. Ik heb hem heel goed gekend, ja. En het was bijna gebeurd in de tribune, dus ik had wel heel goed contact met hem. Eddy Merckx was een van de vele grote sportfiguren ter plekke. Paul van Himst, nog zo'n Anderlecht-icoon, bleef ook na zijn carrière een vriend van Verschuren. Ja, een harde werker. Hij was een man die alleen, 's morgens 7 uur tot 's avonds 10 uur, niks was hem te veel. En hij deed eigenlijk het werk van verschillende mensen, hij alleen. De ceremonie is in de eerste plaats een viering van de mens, Michel Verschuren. Er mag ook eens gelachen worden. Jan Mulder speelde voor Anderlecht toen Verschuren nog conditietrainer was bij Paarsweet en herinnert zich meer dan een workaholic. Michel had gevoel voor taal. Hij belde mij ook wel eens, na een stukje in de krant. Gij kunt schrijven, Jan. Ik volg u. Wees gerust. Gij kunt voetballen, heb ik nooit uit zijn mond gehoord. Niet erg, dacht ik. Het is een fysiek trainer, een sponsorkenner. Geen verstand van voetbal. Mr. Michel was meer dan Anderlecht. Het is niet voor niets dat Vincent Manhart en Michel Louwagy, de managers van Club Brugge en A-Gent, broederlijk naast elkaar zitten. En ook de familie Verschuren is talrijk aanwezig. Het slotwoord is voor Michels zoon, Michael. Ook hij was, net zoals zijn vader, actief bij Anderlecht. Toen je mij vertelde dat je niet meer naar Anderlecht keek op televisie, was het voor mij heel duidelijk. Je hebt toen beslist om na te denken, om vanuit je bed terug te kijken op een leven dat iedereen begeert en waar weinigen is weggelegd. Je bent cher papa, chapeau. Michel Verschuren werd 91. 23 jaar lang leidde hij Anderlecht met veel sportief succes als gevolg en veel vrienden. Michel Verschuren was een man van het volk. Hij was dé Mr. Michel. Dat is een term die ten eeuwige dag aan hem zal verbonden zijn. En die heeft het waargemaakt. Dus dank u wel, Mr. Michel. Supporters en de spelers van Anderlecht hebben gisteravond voor de match tegen KV Kortrijk Michel Verschuren geëerd. Merci, Mr. Michel. Er is een enorm applaus, er zijn foto's, spandoeken en steunbetuigingen voor de familie. De match zelf eindigde op 4-1. Paarswit had de zege nodig, want het had 4 competitiewedstrijden op een rij niet meer kunnen winnen. Jari Verscharen opent de score na een half uur. De 3-1 is van aanwinst Jan Vertongen. Hij maakt zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. Anderlecht pakt tegen Kortrijk nog eens de 3 punten en staat 8e in het klassement. De landskampioen Club Brugge heeft verloren op het veld van Standaard met duidelijke cijfers, 3-0. Na de Europese stunt van vorige week bij Porto kende club een off day tegen een gretig en vurig Standaard. De Luikenaars pakken 12-12. Club Brugge ziet de leider Antwerp in de stand nu al 8 punten uitlopen. De supporters van Standaard staan als één blok achter hun ploeg en dat tonen ze ook. Knap werk in de tribunes en ook op het veld. Want Philippe Zinkernagel krijgt zijn eerste basisplek en laat zien dat hij kan voetballen. 1-0, prachtig schot, Simon Mignolet aan de grond genageld. Club heeft het moeilijk, maar claimt wel een strafschop. Ze krijgen die ook eerst, maar dan komt de VAR tussen. Hoefkes weet het dan al, geen penalty. Standaard speelt met een groot hart, is gewoon ook sterker. Zinkernagel, die kent u nog van daarnet, met een nieuwe actie. En daar is de 2-0. De Deen is de nieuwe chouchou op Sclessin, opnieuw een fraaie goal. En nog is het feest niet gedaan. Raskin is sterk, kijkt goed. Balikwisha met de 3-0. Standaard pakt 12-12 en leeft opnieuw.
Le Brugge met de billen bloot. Kijk, we hebben nu de internationale break, maar genoeg tijd om dit te analyseren. We hebben nogal een aantal dingen moeten rechtzetten, dus dat zal opnieuw gebeuren. Ik denk dat we zeker moeten leren uit deze wedstrijd. Maar in eerste instantie, als je wedstrijd wilt winnen, moet je natuurlijk de energie en de duelkracht matchen van de tegenstander. Je weet op voorhand, zeker na een geweldig resultaat in de Champions League, dat het hier een speciale avond zal worden. Dat was het ook. En ja, dan laat je je vangen daarin. Dat mag niet. Bij Cercle Brugge is de trainer ontslagen, de Oostenrijker Dominik Thalhammer, vanwege de slechte resultaten. Cercle is voorlaatste in de stand. Het heeft de jongste weken een povere 3-21 neergezet. Thalhammer was nog geen jaar aan de slag bij de vereniging. Hij nam in november over van Yves van der Hagen en loodste Cercle toen meteen knap naar een veilige plek in het klassement. Maar dit seizoen liep het veel minder vlot. Cercle kon nog maar één keer winnen. Afgelopen weekend gaf het nog een 2-0 voorsprong tegen Oostende weer uit handen. Cercle heeft al een nieuwe hoofdcoach, Miron Muslic. Hij was een van de assistenten van Thalhammer. In onze competitie is er nu een interland break. De Rode Duivels zijn samen in Tubeke. Zij hebben daar al een eerste keer getraind met het oog op hun twee Nations League-wedstrijden van later deze week. De Duivels trainden in verschillende groepen. Sommigen in de fitness, anderen op het veld. Donderdag staan de Belgen in Brussel tegenover Wales. En zondag sluiten ze de groepsfase in de Nations League af in en tegen Nederland. Dit is de laatste interlandperiode voor de Wereldbeker in Qatar. Dat WK begint al over 2 maanden. Dus dit is een extra belangrijke week, vindt Jurie Tielemans. Het gaat een beetje over beide. Wij weten dat de laatste rechte lijn is voor de nationale ploeg naar Qatar toe. Dus iedereen gaat zich willen tonen, zeker in deze kamp, en gaat zijn best doen. Maar natuurlijk, ja, het gaat over de Nations League hier. Die wedstrijden zijn heel belangrijk voor ons. En nogmaals, het is de laatste rechte lijn. Dus wij moeten die tot een goed einde brengen. Straks meer over het voetbal in Extra Time. Onder andere Helene Jaak en Dennis van Wijk zijn te gast op Canvas om 9:20. Tot slot hebben we wielrennen. Met op het WK in Australië een tweede medaille voor ons land in het tijdrijden. Na het brons van Remco Evenepoel bij de elite was er vanmorgen zilver voor Alex Zegaard bij de belofte. Een sterke prestatie. Zegaard is pas 19. Net als bij de mannen met Tobias Vos was het goud voor een Noor, Søren Werenskjold. Alex Zegaard is de Europese kampioen tijdrijden en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Als eerstejaars belofte, Zegaard is 19, zou dat een absolute stunt zijn, want in deze categorie rijden ook jongens van 23. En toch is hij de snelste aan het eerste tussenpunt. Zijn landen zie je daar toch al even bij Werenskjold. Hola, wat is dat hier allemaal? Zegaard combineerde de wielersport een paar jaar met triathlon en weet dus wat het is om af te zien en tegen de klok te rijden. Hij blijft goed in cadans, maar in het tweede stukje geeft hij wel wat tijdprijs op de Noorse topfavoriet Werenskjold. 9 seconden, dat is te veel. Ja, het is te veel, het is te veel. Maar instorten doet hij niet. Zegaard blijft zijn plan volgen en is op weg naar een medaille op een WK. 16 seconden scheiden hem van goud. Het wordt zilver, zilver. Een fantastische medaille voor Zegaard. Heel goed gedaan, man. Maar de ambitieuze Zegaard, die prof wordt bij de lottoploeg, kijkt nu al uit naar volgend jaar. Want dan is hij weer een jaartje sterker. Als je op het podium staat en je ziet de kerel naast je die regenboogtrui aantrekken, dat doet dromen. En vorig jaar derde, dit jaar tweede, dat weet je het wel. Morgenochtend komt er misschien alweer een Belgische medaille aan. Dan gaan de junioren aan de slag in het tijdrijden. En dat is live te zien op 1. De meisjes vanaf 2 uur en de jongens vanaf 7 uur. Oké, okay, laten we het hopen. Nog eentje erbij. Dankjewel, Catherine. Ik vind dat dat een eerbetoon is aan de koningin, die altijd voor iedereen klaar en bereid was. Het voorbeeld van Engeland Mizani. En zo komen we toch nog eens terug op de begrafenis van de Queen, waar ook in ons land naar gekeken is. En waar vind je de meeste royalty-liefhebbers met ook het meeste tijd om urenlang televisie te kijken? Misschien wel in een woonzorgcentrum. Wij trokken naar Orrelijs in Beverelijen.
De begrafenis was bij ons tussen 12 en 1. Dat is net tijdens etenstijd, maar de echte royalty-liefhebber heeft daar een oplossing voor. Sommigen zitten al vanaf 7 uur vanmorgen voor televisie. Alles is interessant. Dat wel. Dan had me Engeland gehad in, op Toordloa. Kijk, ik heb meer dan 44 mee beleven. Ik zag dat wel, dat me die Engeland gehad in, op een normaal Dutske. En door Boris, ja. Meester Noor. Dat ik lekker zei, die zo moest de lekkerste Noors nemen. In de eetruimte merken we hier en daar al wat queen-moeheid. Maar de bewondering is bij iedereen erg groot. Ik zou ze heren. Ik zou ze heren als wij in alle dingen dat ik zag. En ze altijd die schoenen lach en altijd vrij schoenen kleed. Een vrij vriendelijke madame. Ja, dat moet je zeggen. En ze kochten nog een keer luisteren mee. Opvallend is dat de bewoners minder vertrouwen hebben in de opvolger, koning Charles. Toch ben je in de zin geweest. Waarom? Want je ook al 70 jaar geweest. Ze zijn schoon kunnen hennen. Omdat dat niet trouwen. Diana. Allee, bedrogen. Ja, maar dit was zijn grote liefde. Ze moest dan niet aan in. En gaat u nog naar samenvattingen kijken van de dag ook? Ja, misschien wel, ja. Ik zit hier toch. Doe niet anders op die weken. Doe niet anders. Dan heb ik nog het weer. We hebben vandaag een wisselvallige dag gekregen met ook enkele buien. Vannacht kan er nog een bui vallen, vooral in het noorden en het oosten van het land. Op andere plaatsen krijgen we droog weer en het klaart op. Minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen dan wat meer wolkenvelden en misschien nog een bui tussendoor. Ook wat zon, bij maximaal tussen 12 en 17 graden. Ja, en het belangrijkste nieuws dat kwam vandaag uit Groot-Brittannië. Daar is Queen Elizabeth met een strak geregisseerde staatsbegrafenis naar haar laatste rustplaats gebracht, in Windsor Castle. Zo'n 2000 gasten, onder wie 500 staatshoofden en regeringsleiders waren uitgenodigd. Daarnaast werd de plechtigheid door honderdduizenden Britten buiten en zo'n 4 miljard mensen wereldwijd gevolgd. Queen Elizabeth zat 70 jaar op de troon. Het einde van een tijdperk. Bedankt voor het kijken. Nog een mooie avond. Tot ziens. Hier, waar Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. It's part of history. In spirit, actually, when you saw the family in the coffin go past, it was very touching.